RBC Roosendaal ontvangt vanavond in de laatste competitieronde Heracles uit Almelo. De Roosendalers maken zich op voor de nacompetitie. Maar Heracles moet vanavond eerst nog winnen om datzelfde te kunnen doen. Als Heracles vanavond 3 punten mee naar huis neemt, wordt dus ook hun seizoen verlengd. Dan eindigen ze op de 7e plaats. En daarmee bereiken ze dan de laatste, als laatste ploeg, de totendivisie, de play-offs. En het seizoen is in Almelo pas goed als de nacompetitie wordt gehaald. Het is er dus op of eronder. En dit is het stadion De Luiten, het stadion van RBC Roosendaal, dat het vanavond dus speelt tegen Heracles Almelo. Goedenavond dames en heren, welkom bij Fox Sports. Het is de laatste speelronde van de totendivisie van dit seizoen. Dan zit de competitie erop. Volgende week begint dan de nacompetitie. En er is nog 1 plek open voor een totendivisieclub om mee te doen aan die nacompetitie. Heracles Almelo heeft daarvoor de beste papieren. Want als de club vandaag hier wint van RBC Roosendaal, dan sluiten ze dus aan bij de deelnemende ploegen van de totendivisie aan de nacompetitie. Maar het zal niet makkelijk zijn. De ploeg van trainer Fitz Korbach heeft een aantal geblesseerden en geschorsten. Edwin Godet, Roy van der Meijen, Luierink en ook even spieken. Richard Roelofsen is geblesseerd en die zijn er dus vanavond niet bij. En de trainer zelf, Fitz Korbach, is geschorst na zijn beledigingen vorige week tegen de scheidsrechter in de wedstrijd van Excelsior. Hij zit vanavond op de tribune. En RBC moet vanavond gewoon vormbehoud tonen, want zij zijn wel al geplaatst voor die nacompetitie. En vormbehoud probeerden ze vorige week ook te tonen in de lastige uitwedstrijd tegen NAC. U weet, NAC werd kampioen, maar laten we ook even kijken hoe RBC het er vanaf bracht. En Jeroen, hoor ik keihard over mijn oren. John van Loenhout lijkt het de man in ieder geval die de vrije trap gaat nemen. Terwijl we hier kijken naar Danny de Hond, de doelman. Belgische doelman van NAC vanavond. Heerlijke plaats natuurlijk voor een linkspoot. Kijken wat van Loenhout doet. Draait daar goed omheen en het is... Nou, wilde ik zeggen raak, dat is de paal. Prima ingeschoten. Na 3 minuten. Stewart. Dat is raak. Maar zeggen. Dijkstra geconcentreerd. Goedel met de trap. Bal naar binnen. Weer Dijkstra. Nee, niet Dijkstra. Het is een doelpunt. De Selman. Het is gedaan. Voor zover dat al niet het geval was. Kan Breda gaan vieren. En hier Swanborn in het shirt van NAC. Kijk. Dat is de actie die Swanborn in gedachten had. Schreuder, de aanvoerder, met de welverdiende kampioenschaal overhandigd door Henk Kessler, de vertegenwoordiger van de KNVB, dus zegt zijn voorzitter. NAC, dus de trotse kampioen van de totendivisie in het seizoen 1999-2000. De nummers 2 tot de nummer 6 doen mee straks aan die nacompetitie. En ook de nummer 7. Dat kan worden Heracles Almelo of Eindhoven. Eindhoven speelt vanavond tegen kampioen NAC. En Heracles Almelo heeft vooralsnog de beste papieren. En het is voor Heracles Almelo vanavond dus erop of eronder. Het verlengstuk van deze competitie, de nacompetitie, dat leidt tot een aantal financiële extraatjes dit seizoen. En die kan de club erg goed gebruiken. Mark van Geerzaam ging het internet op, waarschijnlijk www.heraclesalmelo.nl. En ging op zoek naar het verdere belang van deze wedstrijd. Na competitie als toetje, hoe belangrijk is dit toetje voor Heracles? Dat toetje is heel erg belangrijk voor Heracles. Voor de club, voor iedereen, voor de supporters, voor onze spelers, voor onze sponsors, voor iedereen. Er wordt gezegd, de na-competitie kan maar liefst 400.000 gulden in het laadje brengen van Heracles, klopt dat? Nou, 400.000 gulden is wel heel erg veel geld. Maar dat de na-competitie interessant voor ons kan zijn financieel, dat is één ding wat zeker is. Duidelijk is in ieder geval wel dat de club behoorlijk moet bezuinigen. Hoe komt dat? Nou, we hebben natuurlijk, zoals je misschien net gezien hebt, een prachtig stadion. En daar is natuurlijk een heleboel gebeurd.
We hebben natuurlijk heel veel pech gehad met onze spelers. Spelers die geblesseerd raakten en we toch eigenlijk wilden presseren. Dus aardig wat spelers ook erbij gehaald hebben. Ja, dat betekent gewoon dat we dus nu gewoon een plaats terug moeten nemen. Voor 1 april hebben wij dus die mensen op moeten zeggen waar de contracten van afliepen. Maar dat wil niet zeggen dat we ze dus laten lopen. En dat bedoel ik dus technisch, ben ik het dus best wel uit met de club. In dat opzicht is de na-competitie wellicht ook heel belangrijk voor die extra financiële injectie? Ja, dat vind ik wel. Nou, ik moet zeggen, we hebben heel ontspannen naar deze week toegeleefd. En ik denk dat iedereen er nou al van bewust is dat het gewoon nu moet gebeuren. En ik denk dat het ook echt gaat gebeuren, want ik denk dat we niks maar het toeval overlaten. We hadden al gehoopt dat we hem al binnen hadden gehad. Ja, dat is niet gebeurd en dat is jammer. Maar we hebben alles nog in eigen hand, dus we zaten er winnen en hebben gewoon een feestje. Vorige week tegen Excelsior liep hij het veld op en beledigde vervolgens de scheidsrechter. Uitgerekend bij deze wedstrijd zit hij dus op de tribune. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik loop 30 jaar, of bijna 31 jaar in dat vak mee. En ik heb dus dit nog nooit gedaan. In mijn hele carrière niet. En als je dan, dus bij je volle verstand, hè, laat ik dat vooropstellen, dat dus doet. Ja, dan zegt dat dus wat over de arbitrage. Dit zijn geloof ik allemaal jongens van de C-lijst, zoals ze dat dus noemen. En ja, die moeten zich dus waarmaken naar een B-lijst of ze staan op een B-lijst en moeten zich waarmaken voor een A-lijst. Ja, en daar ligt waarschijnlijk voor die mensen veel te veel druk op. Ja, kijk. We moeten vooral niet met z'n allen in de schulp gaan kruipen en bang zijn dat we die wedstrijd gaan verliezen. Maar ja, gewoon aanvallend voetbal spelen en zodoende die wedstrijd winnen. Wordt het jullie laatste wedstrijd van dit seizoen? Absoluut niet. Maar het is geloof ik om mijn lijf geschreven. Om het zo, zo spannend te maken. Altijd op de laatste dag. Ik ben geloof ik een type die altijd op de rand van de afgrond staat. En altijd die douw krijgt. En altijd weer het vermogen heb om er weer net terug te stappen. Dus ik weet wel dat het een beetje bijgelovig klinkt. Maar ik hou me daar dus wel voor een stukje aan vast. Ja, trainer Frits Korbach heeft dus vaker met het bijltje gehakt van de laatste speeldag. Het is dus straks voor Heracles Almelo erop of eronder. Nog een paar minuten en dan zijn we bij het begin van de wedstrijd tussen RBC en Heracles Almelo. Nu eerst even reclame. Nog altijd vooraf aan de wedstrijd tussen RBC en Roosendaal en Heracles Almelo. Die Heracles Almelo moet winnen als ze vanavond door willen gaan naar de na-competitie van dit seizoen. De omroepspeaker hier in het stadion maakt net bekend dat Jeffrey Kooistra voor RBC de meest belangrijke persoon voor dit seizoen was. En ik denk dat daar meer over weet Lex Schoenmaker en Mark de Loof. Welkom vanuit een broeierig stadion, de Luiten. U ziet daar met nummer 10 Jeffrey Kooistra, die dus de trofee heeft gewonnen die RBC dit jaar voor de 6e keer uitreikt. Een trofee aan de meest waardevolle speler van het seizoen. Jeffrey Kooistra, de man die toch al een lange staat van dienst heeft in het betaalde voetbal, heeft dit seizoen 6 keer gescoord voor RBC. 31 jaar is hij en speelt hier dus vanavond in ieder geval de laatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie. Want RBC, u weet het, heeft zich al geplaatst voor de na-competitie. De opstelling van de thuisploeg in het doel, Dijkstra, daarna 4 man achterin, Van der Woerd, Stassin, Hertog en Brunswijk. 3 man op het middenveld, Heerkens, Kooistra en Van Loenhout. En voorin Van Helmond, Van Galen en Kales.
Dames en heren, ontmoeting tegen Heracles. Dit is John van Loenhout, de middenvelder. 22 jaar, 15 keer gescoord. En staat in de belangstelling van RKC. Opstelling van de gasten. En daar valt het een en ander over te vertellen. Sander van den Ede deed het al in de voorbeschouwing. De opstelling in het doel Brian van Loo. Dan krijgen we vier man achterin. Simon, Smit en Jansen en Asmus. Dan vier man op het middenveld in de bekende ruit van Korbach, Caldewoed, Van Dijk, Lucassen, Van Belen. En voorin Erwin Looms en Rick Platvoet. En de mensen die gemist worden bij Heracles Almelo. Terwijl u hier kijkt naar Dennis van Dijk. De man die zo lang afwezig is geweest in het team van Heracles Almelo. Heeft een zware virus gehad. Is lang weg geweest. Hier de scheidsrechter van vanavond, Jack van Hulten. En u ziet het staan, vierde duel in de totendivisie. Aanvoerder links van Heracles Almelo, Frank Lucassen. Veel afwezigen, onder andere Edwin Goderond, Roy van der Meijer, René Kolmschot, Dennis de Braak. Mohamed Mahouti is geblesseerd. Roelofsen, Richard wel te verstaan, heeft zich afgelopen donderdag heel vervelend geblesseerd bij de training van de B-jeugd van de Graafschap. En dit zijn de massaal meegereisde supporters van Heracles Almelo. Een bus of zes. Meer bussen kon Heracles niet krijgen. Het zat vol in Nederland. Maar een man of 300 zijn er wel aanwezig hier. Beide ploegen staan klaar voor de aftrap. En het is een echte finale, zeker voor de mensen uit Almelo. Zij hebben vanavond het plaatsen voor de nacompetitie in eigen hand. Het is Erwin Looms die dan de aftrap mag gaan verrichten. Speelt die bal meteen naar Rick Platvoet. En Heracles wil vanaf het begin af aan baas zijn in de wedstrijd. Ja, de laatste keer dat ze hier gewonnen hebben, dat dateert van een aantal jaren geleden. De laatste keer dat Heracles hier in Roosendaal heeft weten te winnen is 1988. Looms gevaarlijk in het 16 meter gebied. Balbezit voor Kooistra van RBC. De doelman van RBC, Siep Dijkstra, ligt geblesseerd in het 16 meter gebied. Ja, dat is een beetje ongelukkig. Hier nog een keer dat moment. Looms ging door en ook verdediger Erwin van der Voert was erbij betrokken. Ja, ik denk dat hij een schoen in zijn gezicht heeft gekregen. Siep Dijkstra kwam tijdens dit seizoen naar Roosendaal omdat Jurgen Belper in de thuiswedstrijd tegen NAC twee benen brak. Daarna heeft nog heel even Jurg van Nieuwenhuizen gekiept. En toen werd deze Dijkstra gehaald. Hij kwam over uit Schotland en doet het naar behoren. Maar dit is natuurlijk geen leuk begin voor de doelman van RBC. Voor RBC staat er niets anders op het spel dan prestige en de winstpremies. En natuurlijk een voorbereiding voor de nacompetitie die aanstaande woensdag zal gaan beginnen. 33 jaar is die dus. Ik zei het al eerder, Siep Dijkstra. En daar de reservedoelman, Jurgen van Nieuwenhuizen. Robert Maaskant, de trainer van RBC. Even kijken of Dijkstra door kan. Heeft al een lichte blessure aan zijn rechterknie. Maar kon wat die knie betreft wel gewoon spelen. En nu heeft hij dus wat last van zijn kaak. Maar het ziet er naar uit dat Dijkstra verder kan. Inworp voor Heracles. Sportief die bal even over de zijlijn gewerkt door Hendrik van Belen. Brunswijk zoekt van Loenhout, maar vindt hem niet. Daar gaat Platvoet. Rick Platvoet. Komt die bal voor de voeten van de speler van Heracles en dan zit hij erin. Spelen met nummer 8. Laat het toch zo zijn. Dennis van Dijk, de man die zo lang afwezig is geweest. Zet hier natuurlijk een gigantische stempel op de wedstrijd. Dijkstra nog steeds een beetje last van zijn kaak. Ja, gewoon een hele goede aanval. Randje van buitenspel. Dan zie je, kijk, randje van buitenspel. Ja, en dat Platvoet heel goed doet, dan legt hem gelijk breed voor Van Dijk in. Ja, gewoon heel goed afgemaakt. Dat is natuurlijk wel een goede ruggensteun, hè? Een droombegin voor Heracles Almelo. Maar ook absoluut een droombegin voor Dennis van Dijk. 25 jaar. Ik heb spelers gesproken gisteren op de training in Almelo. En die zeiden, we hebben Dennis van Dijk zien liggen in het ziekenhuis toen hij dat zware virus onder de leden had. En we schrokken gigantisch. Chapeau voor Van Dijk.
Dat gaat RBC Roosendaal doen. Ze wilden vanaf het begin af aan vol aanzetten. Maar je moet ook kijken hoe de hoofdjes reageren van de spelers van RBC. Dit is Coldevoet. Die dit seizoen voor het eerst in de basis staat. Van Belen. Met Brunswijk in zijn buurt. Doeltrap. Ja, als je zoveel nieuwe spelers hebt, is het natuurlijk altijd moeilijk, hè? Dit is Henk de Jong die het dan vanavond moet gaan doen bij Heracles Almelo op de bank. Omdat Frits Korbach afgelopen zaterdag, maar ja goed, daar is genoeg over gezegd. Scheidsrechter Van der Pas een klein Turks lesje heeft geleerd. Ja, je mag ook tegenwoordig niet zoveel meer zeggen. Erwin Looms, sterk met zijn lichaam. Een overtreding van Heerkens. Voor Erwin Looms is dit ook een cruciale wedstrijd, want Heracles heeft gezegd dat ze in principe met Erwin Looms verder zouden willen, maar er is geen geld. En mocht Heracles de na-competitie halen, dan zou het wel zo kunnen zijn dat Erwin Looms blijft. Dus het ziet er goed uit. Lucassen. Coldevoet en Asmus. Hoge bal richting Looms. Mocht deze Erwin Looms niet bij Heracles blijven en teruggaan naar de amateurs, dan is zijn oude ploeg HSC 21 uit Haaksbergen de gelukkige. Vrije trap voor RBC. Kooistra die zich daarmee gaat bezighouden. Alle spelers behalve Dijkstra op de helft van Heracles. Bal richting Van Galen, kopsterke spits. Nou, weggewerkt door de verdedigers van Heracles. Daar gaat hij weer. Platvoet. Waar zou Heracles gestaan hebben als Platvoet het hele seizoen had kunnen spelen? Lucas met de voorzet, Makkie voor Dijkstra. Nou, ze hadden in ieder geval wat meer punten gehad, denk ik. Maar ja, je ziet het verschil nu met Heracles. Normaal spelen ze toch met een 4-3-3 formatie. En nu is Looms wat beter te gebruiken, omdat hij dan de target man is. En hij heeft natuurlijk een bewegelijke speler eromheen, Platvoet. Dus ja, ik denk dat dat gewoon de juiste keuze is die Korbach nu gemaakt heeft. Met zoveel invallers. Ja, het elftal is op 5 posities gewijzigd ten opzichte van de verloren wedstrijd afgelopen zaterdag thuis tegen Excelsior. En dat moet je aardig opvangen. Kooistra probeert het met een schot. Kooistra! Wat een schot van Jeffrey Kooistra. Van Loo komt het gelukje weg, maar hier dan. Hier zit Van Loo er goed bij. En dan is het Van Galen die bal over een leeg doel werkt. Ja, dat is een schitterend moment ook. Martijn Van Galen. Ja, goede trap van Kooistra, maar ja, dan moet hij afgemaakt worden. Hier nog een keer de paal die dan redding brengt voor Heracles Almelo. Ja, hier moet Van Loenhout gewoon de bal, ja, is goed gekiept ook hoor, moet ik zeggen. En dan te bedenken dat Brian Van Loo de tweede keeper was aan het begin van de competitie bij Heracles Almelo. Ja, want dat ook. Kon er ook nog wel bij, Frank van der Geest in Den Haag. Ook een beenbreuk. Heel vervelend, ja. En bij Heracles zit op dit moment zelfs een 17-jarige reservedoelman op de bank. Omdat ook die andere keeper die onder contract staat, Johannes Jabburg, een blessure heeft. Ja, maar als je 4 meter verder zit, dan kan alles zien. Ja, ik zie als ik daar ga zitten. Lucassen. Krijgt een tik van Kalis. Maar het spel mag door van Hulten. Brunswijk. Even terug, even die rust. Heerkens opent bij Stassin. En die speelt die bal meteen door naar Van der Woerd. Geen zuivere bal van Helmond. Maar RBC blijft in balbezit via Hertog. Mag Helmond het nog een keer proberen. Bal blijft binnen.
Goed gedaan door Kalis. Hier is Van Loenhout en die kan schieten. Jansen werkt weg. Inworp voor RBC. Van Galen. Even terug naar Kooistra. En dan Van Dijk. Looms doet het in één keer. Had hij beter niet kunnen doen. Had een beetje ruimte. Van der Woerd. Van Loenhout. Goed opgesteld door Coldewoed. Terug naar Brian van Loo. Die is 100% links. Dus daar dient de speler rekening mee te houden. Wat is nu wijsheid, Lex? RBC weet dat het woensdag aan de bak moet. Moet je dan vol gaan? Ja, ik denk gewoon dat je het spelritme wat je al het hele seizoen hebt, dat je dat moet behouden. Ja, en dan is zo'n wedstrijd tegen Heracles net zo van belang als woensdag. Ik bedoel, ja, het is een elftal wat het hele jaar samenspeelt. Bijna geen wisselingen heeft gehad, behalve dan Lammers weggegaan. Ja, dan ik denk ook dat Maaskant gewoon gezegd heeft, joh, we gaan er vol voor. Maaskant spaart één man vanavond, dat is Helmons. En voor de rest speelt hij in de sterkste opstelling. Ja, ze proberen het in ieder geval wel. Maar ja, het was natuurlijk al gelijk een hele slechte dekking achterin bij de goal. Ja. En dan hoop je gewoon dat het doorzet. Maar, Afgelopen zaterdag in Breda speelde RBC een prima wedstrijd. Zeker de eerste helft. Maakte het NAC erg moeilijk. Ja, maar goed, dan hoeven ze het spel niet helemaal te maken. En dan kan je wachten op de fouten van de tegenstander. Want je maakt allemaal fouten natuurlijk. Dijkstra met de voortzetting. Verre bal richting Van Galen. Simon onderschept. Coldewoed, Simon. Simon heeft ruimte aan die linkerkant. Looms gaat richting het 16 meter gebied. Platvoet komt voor de tweede lijn, maar krijgt die bal dus niet. Kooistra. Hertog en Van der Woerd. Nee, Stassin. Maar Heracles zit er fel op. En zo hoort het ook. Want ja, als je die punten nodig hebt, dan mag je niks aan Toeven overlaten. Je kan niet zeggen hoe ze stand bij Eindhoven. Het gaat wat je hier doet. En het is toch leuk om het mee te maken na competitie. Ja, het is een toetje voor elke totendivisiespeler. Ik kan me voorstellen als je in de KPN speelt, dat je er niet op zit te wachten. Nee. Maar het seizoen in die totendivisie kende een leuk slot. En het blijft ook spannend, zowel in die KPN als in die totendivisie, tot de laatste wedstrijd. En dat is leuk. Van Loo, 100% links. Moet nu iets gaan doen. Wat hij niet moet doen. Hoekschop voor RBC. Beetje vreemde situatie van Brian Van Loo. Nou, ik denk ook dat het te maken heeft met een beetje nervositeit. De jonge speler, 25 jaar, geboren in Almelo, heeft bij de amateurs van Stevo gekiept en doet het dit seizoen buitengewoon goed. Van Loenhout met de hoekschop, de eerste voor RBC dus. Asmus werkt weg en blesseert zich daarbij. Blijft in het 16 meter gebied liggen. Dan zou die bal door Heerkens over de zijlijn gespeeld moeten worden en dat doet hij. Het is dus Elroy Asmus. Van Hulten gaat even kijken. Asmus overgekomen van FC Utrecht. De rechtsback. Hier nog een keer dat moment. Ja, Van Galen onbewust, maar raakt hem. En je krijgt toch een flinke tik tegen je hoofd. Ja, maar hij doet het zelf, hè. Heracles dus even verder met 10 man. Omdat Asmus bij de achterlijn wat behandeld. Ja, dan moet de rij de verzorgers in het veld. Hè. Dat is die regel die... Kalis met een bal richting Van Helmond.
33 jaar is die van Helmond. En combineert het werk hier, het voetbalwerk, met een commerciële functie. En dat bevalt hem uitermate goed. Ja, toch weer succes. Vorig jaar met Den Bosch en nu weer na competitie met de RBC. Kooistra. Kalis wil wel aan de linkerkant. Daar is die. Die heeft natuurlijk een niet geheel fitte Asmus tegenover zich. Dat weet ook Lucas dus. Die denkt, ik help Asmus een handje. Kooistra. Van Galen. Kooistra. Nu die bal goed voor het doel, Jeffrey Kooistra. Dan staat daar niemand. Scherp van RBC. Brunswijk. Kalis. Inworp Heracles. Ja, ze moeten zich niet te ver in die 16 laten zakken, want dan wordt het moeilijk, hè? Ja, RBC is een team dat je niet moet laten voetballen, nee. Lex. Ze hebben natuurlijk individuele klassen en van Loenhout, Kooistra, van Helmond. Kijk, daar rechts zit Frits Korbach met bril en siga. Op de perstribune heeft hij plaatsgenomen. Mag vanavond dus niet op de bank zitten. Is voor één wedstrijd geschorst. Na dus die Turkse les aan de scheidsrechter van de pas afgelopen zaterdag. Nou, kan hij het ook beter bekijken, denk ik. Hij zit op de perstribune dus. Hij staat in verbinding met de elftalleider van Heracles, die dus wel op de bank zit. Ja, maar wat moet je zeggen? Gisteren op de training zegt hij, het enige wat ik doe is een paar vieze moppen doorbellen. Ja. Ik zie er bij Barcelona ook eentje op de tribune zitten met een... Dat lijkt wel een astronaut en je vliest ook, dus je kan er toch niks aan doen. Op het moment dat de laatste training is afgelopen, moeten de spelers het doen. Erwin Looms deed het met zijn hand, vandaar een vrije trap voor RBC. Looms wilde die vrije trap dan ook nog zelf nemen. Maar dat was een beetje te veel van het goede, zegt Van Hulten. Ook een echte Almeloer. Echte man van de streek. Mannetjesputter. Van Helmond. Vrije trap voor RBC. Overtreding van Dijk. Heerkens met de vrije trap. De meeste ballen in het 16 meter gebied die hoog komen gaan richting Van Galen. Dit is Kalis. Van Loenhout. Mooi balletje richting Van Galen. Weggewerkt door Jansen. Platvoet. Van Beelen die gaat. De paas is niet zuiver van Rick Platvoet. Brunswijk onderschept. Ja, die Platvoet is ook een medisch wonder, heb ik gehoord. Ja, kijk! Dan gaat Hertog richting 16 meter gebied. Geen overtreding, zegt Van Hulten. Maar de spanning bij Heracles is merkbaar. En nu Van Loon, nu weg. Dat is duidelijk. Geen buitenspel. Maar Asmus loopt goed in die ruimte. Frank Lucassen, de meest ervaren speler op dit moment in het team van Heracles. Hertog, Van Galen. Balbezit weer voor Heracles. Ja, ten nochtend doet Heracles het gewoon wat ze moeten doen. Ze zitten er heel kort op. Ja. Een paar fases ja, in wedstrijden. Dat zie je ook nu, dat ze een paar keer de ruimte weggeven en dan is RBC heel gevaarlijk. Ja, je kan niet zeggen we doen het volgende week, want dan is de competitie afgelopen. Dus het moet vanavond gebeuren. Voor Heracles moet het vanavond. RBC is verzekerd van wedstrijden volgende week. Van der Woerd. Aan Heracles zet de boel goed vast. Van der Woerd kon die bal absoluut niet kwijt. Het is warm, het is broeierig in Roosendaal.
Maar de spelers zullen toch moeten bewegen. Dijkstra besluit tot een verre bal. Kooistra. Zelfs Van Belen gaat nu mee verdedigen. Siemen. En Platvoet. Die zo weinig wedstrijdritme heeft dat alles wat hij vanavond goed doet is meegenomen. Vrije trap. Heracles Almelo. Nou, het heeft niet alleen te maken met ritme, maar ook nog eens een keer natuurlijk lange tijd eruit geweest. Conditioneel nog niet helemaal 100%. Dus ja, dat is op zich heel vervelend. Hij had een periode, ik geloof in maart van dit jaar, dat hij weer even aan het spelen was. Maar dat was toch te snel, want hij kreeg weer opnieuw een blessure. Eens kijken hoe lang hij deze wedstrijd volhoudt. Ja, hij heeft een hele slechte enkel, heb ik begrepen. Dus. Daar gaat de tijd overheen, hoor. Van Dijk, de maker van een 0-1. Van Belen. Van Dijk. Loons natuurlijk weer op de rand van het 16 meter gebied. En dan een overtreding van de Woerd, zegt Van Dijk. Maar Van Hulten denkt er anders over. Er wordt scherp gespeeld en Van Hulten staat daartoe. Prima. Lucassen. Slechte bal. Dit is beter. Frank Lucassen. Nee, zegt Van Hulten. Hens. Ja, Jack Van Hulten is iemand die het geven van gele kaarten niet schuwt. Dat ziet u staan. Maar voorlopig doet hij het prima. We zijn ruim 20 minuten onderweg. En er is niks vervelends gebeurd. Nou, hij voelt het goed dan. Het is natuurlijk zo, Lex. Dat, zeker voor Heracles staat er deze wedstrijd veel op het spel. Dus dat moet je aanvoelen als scheidsrechter. Ja, natuurlijk. Dan kan je wel naar iedere liflaffie gaan fluiten. Maar dan daar help je de spelers niet mee. Brunswijk. Kalis aan de linkerkant. Kooistra in de buurt. Prima gezien door Kalis. Kooistra met de ruimte. Van Loenhout trekt het gat. Van Loenhout gaat in het gat. Maar raakt die bal dan niet goed? Wilde die bal in één keer doorspelen naar Van Galen. De opzet was goed. Ja, dan moet Heracles toch een beetje oppassen voor deze twee. Van Loenhout en Kooistra. Slechte bal van Brunswijk. Heracles Almelo heeft geen goede reputatie dit seizoen met uitwedstrijden. Je ziet het. 10 keer verliest. Lijkt wel een beetje het FC Groningen syndroom. Maar goed, tot nu toe doen ze het hier vanavond goed. Staan 1-0 voor. En hebben tot nu toe na competitie in de knip. Grote vraag is natuurlijk hoe vanavond de eindstand is en hoe het gaat bij Eindhoven tegen NAC. En zo snel daar iets te melden is, houden wij u daarvan op de hoogte. Maar ja, het is nog 70 minuten, dus wat dat betreft hoeven we nog geen hout te roepen. Van Galen. Geen buitenspel van Hertog, absoluut niet. Siemen bleef staan. Van Helmond. Die bal goed voor het doel, maar daar staat Brian van Loo. Ik denk dat hij bijna 2 meter is, die doelman van Heracles. Dus hoge ballen moeten voor hem zijn. Looms. Goed gedaan, richting Lucassen. Weer Erwin Looms. Heeft in het verleden gespeeld voor de Graafschap, voor Go Ahead Eagles. Een tijdje in Duitsland gezeten. Toen bij Heracles, toen weer even weg. Bij de amateurs van HSC, waar hij landskampioen mee geworden is.
En de grote vraag dus voor deze man, Erwin Looms, waar speelt hij volgend jaar? Smit. Na platvoet. Nou, in feite bepaalt de speler het nu zelf, want als ze winnen dan zit er een grote kans dat hij voor Heracles blijft spelen. Frits Korbach wil Looms graag bij de groep houden. Looms is ook de man die tot nu toe het meeste gescoord heeft. Maar goed, een kale kip is niet te plukken. Het toch naar Kooistra. Goed opgevangen door Van Dijk. Van Dijk verlengt richting platvoet. Van der Woerd begaat de overtreding. Goed gezien door Van Hulten. Speelde een goede wedstrijd afgelopen zaterdag in Breda. Ja, dat is een keurige schouderduw, hoor. Van Dijk met de vrije trap. Natuurlijk Looms in het 16 meter gebied. En platvoet, die bal gaat richting Looms. Die hem teruglegt. Maar dan is het een simpele prooi voor Dijkstra, de kopbal van Frank Lucassen. Eerkens. Kooistra. Weinig beweging. En dan krijg je dit soort momenten. Van Beelen onderschept. Van Helmond. En Kooistra. Het balletje moet sneller rond bij RBC. Van Galen. Van Loenhout. Kalis. Hertog. En Kooistra. Van Helmond. Verkeerde paas op Heerkens, maar de bal komt toch bij Van Galen. Even weer terug naar de vrije ruimte bij Van Helmond. En dan staat niemand op scherp in het 16 meter gebied. Makkelijke prooi. Ah, het idee van Looms was goed, maar Van Beelen anticipeerde niet. Van Galen. Hertog. En Van Loenhout. Goed elke keer die zijkant te zoeken van RBC. Kalis. Daar staat Van Galen. En daar komt Van Helmond. En Van Loot tikt die bal dan maar over de achterlijn. Tweede hoekschop RBC. Beetje onzekerheid achterin bij Heracles. En Van Galen had een mooi hakballetje in gedachten. Ja, dat was het rechterbeen van Van Loo. Van Beelen kop weg. Kooistra. Van Galen. Van Loenhout. Van Loenhout kan schieten, dat weet iedereen. Van Loenhout. Ja, het idee was niet slecht. De wedstrijd in Almelo eindigde in een 1-0 overwinning voor RBC. Man of the match was deze man, John van Loenhout, die via een schitterend afstandsschot RBC op voorsprong bracht. En dat resulteerde dus in een totaal van 15 doelpunten. Platvoet. Ja, communicatie is niet helemaal goed. Hij mag het nog een keer proberen. Nu wel, Frank Lucassen, de routinier. Frank Lucassen. Oh, goed gekiept door Dijkstra. Slecht gedaan door Lucassen. En wederom een blessure voor Elroy Asmus. Nou, hij moet hem gewoon binnenkant nemen. Binnenkant gewoon van buiten naar binnen het bal laten draaien. Dan is kansloos Dijkstra. In ieder geval de eerste hoekschop voor Heracles. En dan mag Lucassen ook die hoekschop nog gaan nemen. Omdat bijvoorbeeld een Edwin Goudé, die dat vaak doet bij Heracles, geschorst is. Heracles blijft in balbezit, wilde ik zeggen. Maar een overtreding op Brunswijk.
geeft RBC de vrije trap. Hier nog een keer dat moment. Ja. Nou, hij stort mooi ter aarde. Marvin Brunswijk. Overtreding van Marnik Smit. Lucassen. Kooistra. Veelvuldig balverlies bij beide ploegen. En nu misschien wat ruimte voor Heracles via Van Dijk. Goede bal richting Looms. Als Looms die bal goed op de buitenkant van zijn vreef krijgt, dan zou het nog wel eens gevaarlijk kunnen worden. Maar ja, het was op zich was goed gezien. Looms raakte hem dus vol op de vreef en kon die bal geen effect meegeven. RBC is wat meer in balbezit, maar daarentegen heeft Heracles 3 hele goede kansen gecreëerd. Absoluut. Van Beelen, sterk lichaam. Daar gaat Frank Lucassen, die heeft een iets minder sterk lichaam, maar loopt toch al heel wat jaren mee. Veel geblesseerd. Kooistra. Ja, op een gegeven moment komt de sleet er een beetje in, hè. Daar kan je niks aan doen. Kooistra met een prima paas. Richting Heerkens. Heerkens kan schieten, maar daar staat Van Loon. Ja. Nou, ik denk dat hij zou nog wel een stuk of 20 willen hebben. Van dat soort schoten. Looms is sterk in de lucht. En dan moet Dijkstra ingrijpen. Dat doet hij prima. Ja, dan kun je op rekenen als Looms in de buurt is. Die houdt zich niet in. Dit is de trainer van RBC, Robert Maaskant. Die dus van de 16 duels er 9 in winst heeft omgezet. Thuisduels wel te verstaan. RBC presteert natuurlijk prima dit seizoen. We staan nu op een 6e positie. En voor de wedstrijd sprak ik met Maaskant en zegt hij, ja, het zou vanavond zelfs zo kunnen zijn als wij winnen. En Excelsior en Emmen knooien een beetje met de puntjes. Dan kunnen we 4 dus eindigen. En dat is natuurlijk een prima prestatie. Want in het seizoen 91-92 zijn ze ooit 5e geëindigd. En dat was toen de hoogste positie. Ja, bij Eindhoven Nakkelex nog steeds 0-0. Ja. Dus voorlopig ziet het er goed uit voor Heracles. Ja, er zijn een heleboel scenario's zijn er nog voorhanden. 1 punt verschil tussen Heracles en Eindhoven. En die marge wil bij gelijkspel en Heracles verliest. Dan is Heracles er ook nog. Ja, omdat ze een veel beter doelgemiddelde hebben. Dus. Maar dan wil ik zeggen, Maaskant zegt, ja, het kan 4e worden. Maar als je 6e wordt, is het natuurlijk ook een keurige prestatie. En dat houdt in dat je gewoon nakomtie speelt. Ja, en dat heeft de ploeg hier in Roosendaal voor het laatst gedaan in het seizoen 87-88. Dus. Het werd weer eens tijd. Lucassen. Looms. Lucassen. En nu die bal goed voor het doel. Maar daar komt hij alweer. Dijkstra. Ah, prima gedaan. Van Helmond. Ja, Van Galen, maar daar zit Jansen goed tussen. Siemen. En Coldenwood. De zoon van Jimmy. Ruimte voor Looms leek het even, maar direct natuurlijk een verdediger van RBC in de buurt. En dan mag Brunswijk aan gaan beginnen aan een nieuwe aanval. Dat doet hij samen met Van Loenhout en Van Helmond. Van Loenhout
Van Loenhout. Mist de kracht om echt uit te halen. Platvoet is niet tevreden met de ballen die Erwin Looms doorkopt. Maar goed, deze spelers, Looms en Platvoet, hebben natuurlijk heel weinig dit seizoen met elkaar gespeeld. Gisterochtend op de training in het mooie stadion van Heracles kon je ook duidelijk zien dat Looms en Platvoet elkaar niet blindelings weten te vinden. Overtreding van Stassin. De Belg in dienst van RBC. Op zich moet het een redelijk goed duo kunnen zijn hoor. Voor de totendivisie begrip hoor. Absoluut. Looms, Platvoet. Fysiek sterke spits, Erwin Looms. En de bewegelijke spits. En dit, scheidsrechter van Hulten. Stassin hield Looms volgens mij duidelijk vast. Ja. En ik heb scheidsrechters wel eens voor zo'n vergrijp een bal op de stip zien leggen. En ik kan me voorstellen dat de aanvoerder Frank Lucas er kwaad is. Hier nog een keer dat moment. Ja. Stassin houdt Erwin Looms gewoon vast in het strafschopgebied. Van Hult had hier een strafschop moeten geven. Maar hij liet zich wel natuurlijk heel gemakkelijk vallen. Hè? Maar de bal is alweer in het strafschopgebied van Heracles. Van Helmond. Kooistra. En Brunswijk. Kolderhoed voor zich. Kalis. Ik heb helemaal geen beeldje. Daar gaat Kalis. Legt die bal neer voor Van Loenhout. Van Loenhout moet die bal even voor zijn linker krijgen. Maar is het nog niet echt gelukkig met zijn schoten, behalve dan die bal op de paal. Ja, op zich was de aanval toch weer breed opgezet. En, ja. De aanvallen ja, van zo'n bal moet je gewoon goed op je pantoffel krijgen. Ja, dan, het is vooral moeilijk een rollende bal gelijk te schieten. Hè. Maar Lex, de aanvallen van RBC ogen wat mooier en wat makkelijker. En bij Heracles zit er veel kracht bij. Ja, dat is zo, maar toch drie grote mogelijkheden gehad Heracles. Ja. Van Galen. Kalis wil wel. Maar het wordt Van Loenhout. Van Loenhout wilde de opening zoeken aan de rechterkant bij Van Helmond. Maar Van Loenhout raakt de ballen op dit moment niet echt fijn. Looms. Van Dijk. Bal ingeleverd. Simpel bij Van der Woerd. Ja, voor de spelers is het natuurlijk ook heel belangrijk de DDA-competitie. Want er zijn een heleboel clubs die dan toch naar spelers nog gaan kijken. De laatste toets. Ja, je kunt jezelf definitief in de picture spelen. Ja hoor. Bal. Ik heb het met de Haag meegemaakt. Er werden er toch 4-5 in de na-competitie opgehaald. Door de KPN. Ja. Dat is toch knap. Inworp RBC. Alle trainers in het betaalde voetbal van de KPN hebben er wat meer tijd om die wedstrijden te gaan volgen. En zelf zien is altijd beter dan dat je iemand laat bekijken. Kooistra. Van Loenhout penetreert in het 16 meter gebied, maar Kolderhoed speelt tot nu toe een prima wedstrijd. Van Loenhout. Wat doet Van Loenhout? Speelt die bal terug naar Brunswijk. Platvoet jaagt. En blijft dat ook doen bij Stassin. Die opent dan rechts bij Hierkens.
Daar ligt ook de ruimte. Prima gedaan door Stassin, de Belg. Kooistra. Smit onderschept, prima. Platvoet. Nu misschien een counter, want de mogelijkheid ligt aan de linkerkant bij Simon. Maar dat zag Lucas er niet. Lucas mag het nog een keer gaan proberen. En Van Belen wil wel gaan. Daar gaat Van Belen, buitenspel. De vaak dat ziet de situatie te laat, hè? Frits Korbach met Siga op de pestribune hier in Roosendaal. En hij zei al voor de wedstrijd, ik schijn er patent op te hebben dat bij mij de beslissingen altijd op het laatste moment vallen. Maar ik kan me nog het begin van deze competitie herinneren. Competitie was het nog niet eens, het was de voorbereiding toen Heracles speelde in Ulft, het plaatsje in de Achterhoek. Waar ik Korbach ontmoette en hij zei, ik ga dit jaar na competitie spelen met Heracles Almelo. En het ziet er naar uit dat de 54-jarige oefenmeester van Heracles het kunstje weer flikt. Als ze maar niet tot het laatste moment wacht met je contract tekenen. Van Helmond. Ja goed, hij is zo goed als rond, hè. Ja, ja. Van Helmond in het 16 meter gebied. Simon in zijn buurt. Van Helmond. Gewoon een doeltrap. Ja, dat je zei van hij loopt altijd op het randje. Van zal die wel of niet. Als ze maar niet dat doet. Is een prima kerel. Ooit zei hij, ik ben iemand om mee in de loopgraven te nemen, want als ik A zeg, dan is het ook A. Van Helmond doet het goed hier, 33 wedstrijden gespeeld. Pikt dan toch zijn doelpunten mee. Strek been van Kooistra, dacht ik in eerste instantie, maar daar wilde Van Hulten niet verfluiten en toen in tweede instantie gaf hij Heracles wel de vrije trap. Dit had wat mij betreft al een vrije trap mogen zijn. Ja, en dit ja. Natuurlijk helemaal. Platvoet. Platvoet even los van Van der Woerd. Dan gebruikt Van der Woerd zijn handjes. En Van Hulten een kaart. Ja, met zo terecht. Ik bedoel, hij trekt hem al zijn shirtje en daar staat één ding voor, is gewoon een gele kaart. Wat dat betreft is hij tot nog toe zeer coulant. Hij laat tenminste voetballen, dat is ook belangrijk. Zeker in een wedstrijd waar iets op het spel staat. Vrije trap dus voor Heracles Almelo. Kort voor de theepauze. Ja, en wie gaat dat nu doen, hè? Want een Goudé is er niet. Een Roelofsen kan ook nog wel aardig een vrije trap nemen, maar die zit ook in de lappenmand. Het zou wel eens Van Belen kunnen worden die bal misschien raakt. Van Dijk staat in ieder geval het dichtst bij die bal. Laat hem dan gaan, want die bal van richting verandert. En is het een hoekschop. Vrije trap uiteindelijk genomen door Marnik Smit. En Heracles heeft natuurlijk absoluut geen haast om die hoekschop te nemen. Lucas moet van de rechterkant naar de linkerkonnenvlag. En dat doet hij in alle rust. Dijkstra uit zijn doel en klemt vast. En een overtreding gemaakt door Erwin Looms. Lex terugkijkend op de eerste helft. Verdiende voorsprong voor Heracles? Gezien het spelbeeld is het een verdiende voorsprong. Want qua kansen heeft Heracles gewoon drie, heb ik al een keer gezegd, drie hele goede kansen gehad. Waarvan één benut. En RBC heeft er twee gehad. En geen benut dus. Op basis daarvan kan je zeggen, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat de RBC dat voetbalt naar zijn mogelijkheden. En ja, die hebben een paar hele goede spelers. Zoals hier misschien. Een mogelijkheid voor RBC.
via Damien Hertog. Ja, het zijn natuurlijk spelers die ze opgehaald hebben vorig jaar. Koestra, Hertog, Van Helmond, Heerkens. Nou, dat zijn natuurlijk mensen die hadden de spoor al verdiend. Ja, dat is gewoon een goed geheel geworden, RBC. Dus, ja, een prima mix van oud en jong. Platvoet. Ja, je weet precies wat hij in zijn hoofd heeft. Maar de uitvoering is punt 2. 1 minuut officiële speeltijd nog. We zullen niet al te veel speelminuten extra bij krijgen. Een paar kleine blessures hebben we gehad. Lucassen. Onderschept. Kales. Kooistra. En dan gaat Hertog meteen die bal spelen naar Van Loenhout. En dan de ruimte gezocht bij Van Helmond. Bal van richting verandert. Van Loo twijfelt. Maar nogmaals bijna 2 meter dus. En dat is af. Platvoet. Stuurt Van Dijk weg. Looms in het 16 meter gebied. Platvoet ook richting het 16 meter gebied. Bal gaat naar Brunswijk. En die is van RBC. Maar Koldervoet zou kunnen schieten. De voeten van Stassin. Deed hij ook. En goed. Daar moet je een beetje geluk mee hebben. Drie minuten. Ja. 3 minuten kans dus voor RBC om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Kales. Kales. Van Helmond net te laat bij de tweede paal. Ik kan me voorstellen als RBC langs zijn zou komen dat die spanning bij de spelers van Heracles nog groter wordt. Ja. En die jonge jongens, de wat onervarenere jongens. Ja, maar ja, ze hebben het 44 minuten tot nog toe, vooral het centrum, goed gedaan. En ja, dan heb je ook een beetje geluk nodig. Hè. Ik bedoel, dat is toch het allerbelangrijkste. En die druk, ja, die voel je langzamerhand, die wordt steeds groter. En hoe langer het 0-1 blijft, hè, dus 1-0 voor Heracles, ja. Hoeven ze niet te kijken naar de wedstrijden in Eindhoven. Terwijl nee. Er nu wel gejuich komt uit het vak van Heracles supporters. Maar dat kan ook een hele andere reden hebben natuurlijk. Van der Woerd. Brunswijk. Ik denk dat onze regiewagen al aan het kijken is wat er in Eindhoven gebeurt. En daar gebeurt iets heel gunstigs voor Heracles. Eindhoven, NAC 0-1. Heracles zit op rozen tot nu toe. Van Galen. Mooie bal richting Van Helmond. Dat is een beetje een moeilijke bal, maar Kales krijgt die bal onder controle, wilde ik zeggen, maar Lucas gebruikt zijn lichaam prima. Brunswijk. Kales, buitenspel. Ja, goed gezien. Ja. Henk de Jong, de man die vanavond Frits Korbach dus moet vervangen, zal zich op dit moment toch wel relaxter voelen dan aan het begin van de wedstrijd. Hij vertelde mij van ja, ik verwacht toch dat RBC er volop zal gaan vanavond. We zijn bezig met de laatste secondes van de eerste helft. Het wacht is op het fluitsignaal van Jack van Hulten. En dan kunnen we hier vanavond aan de, ik neem aan, iced tea. Want het is warm. Nou, het is zeker. Het is heel erg drukkend en benauwd. Simon, gewoon die bal in de ploeg houden. Dat is nu het motto van Heracles. Platvoet. En misschien weer terug naar Simon. Nee, wat Looms. En dan zegt Van Hulten, het hoeft niet meer. 48 minuten en 10 seconden hebben we gespeeld in die eerste helft. En dit is de maker van het doelpunt voor Heracles Almelo. Al in de tweede minuut zag Frits Korbach
dat Dennis van Dijk het net wist te vinden achter doelman Siep Dijkstra. Hier dat moment. Dijkstra was op dat moment niet geheel fit. Had kort daarvoor een schoen in zijn gezicht gehad. En Dijkstra maakt een simpel 0-1 voor Heracles. Wij gaan naar de reclame en zijn daarna weer snel terug hier in Stadion De Luiten. De eerste helft zit erop, de spelers zitten in de kleedkamer en zij maken zich op voor de tweede helft. Zo dadelijk, intussen staan wij hier op het veld en kijken nog even terug naar de eerste helft. Lex Schoenmaker, volgens mij had Heracles de meeste kansen, maar het beste spel was van RBC. Ja, RBC speelde iets beter, wat technisch meer verzorgd. De belangen voor Heracles waren dusdanig groot en zijn dusdanig groot. Dan gaat het spel moeten maar iets onder lijden. Dus op zich is dat niet zo erg. Als je met 0-1 voor staat, is dat natuurlijk prima. Nou, laten we gaan kijken naar de beelden uit de eerste helft. Te beginnen met een doelpunt voor Heracles in de derde minuut. Ja, dat zie je al gelijk. Plakvoet leg hem gelijk goed breed naar Van Dijk. En die maakt gewoon de goal heel goed af. Het was de eerste beste mogelijkheid, het was gelijk kassa. Nou ja, en dan, dat is precies wat ze wilden. Dan krijg je hier het schot van Kooistra. Schitterend schot. Ja, dan wordt hij in tweede instantie, moet hij hem afmaken voor Loenhout. Ja. En dat gebeurt dan niet, ja. Dan schiet Van Galen over. En dan schiet Van Galen de derde bal eigenlijk nog een keer over ook. En dat is natuurlijk heel erg jammer, want dat was de enige goede kans die... RBC gehad heeft in deze helft. Ondanks dat ze dan toch wat verzorgde spelen als Heracles. Heracles had dus nog een aantal andere kansen. En dan komt er hier nog een. Hier Frank... komt die hele goede kans van Lucas. Ja, die moet hij eigenlijk met de brede binnenkant zo rond de keeper heen draaien. En dan nu op de vreef. Rechterhoek bedoel je? Ja, gewoon rechtsom draaien. Dus voor de keeper was het dan links. Maar voor zijn doen aan de rechterkant had hij hem gewoon erin moeten schieten. Ja, nou moet Heracles dus vandaag hier winnen om zevende te worden in de eindklassering. Hoe zullen zij moeten starten in de tweede helft? Wat is belangrijk? Nou, belangrijk is dat je gewoon hetzelfde start zoals in de eerste 10 minuten begonnen van de eerste helft. Moeten ze ook de tweede helft. Dus niet het initiatief geheel laten aan RBC. Want dan krijg je problemen. Ze hebben toch individuele klasse RBC. Van Loenhout. Nou, komt het goed voor Heracles? Ik denk dat het goed komt voor Heracles. Dankjewel, Lex Schoenmaker. Wij gaan door naar de tussenstanden van de andere wedstrijden die vandaag worden gespeeld. Kom hier in beeld. FC Volendam tegen Dordrecht 90 is gelijk 2-2. Helmond Sport tegen Go Eagles 2-1. FC Zwolle staat achter tegen Telstar 0-1. En als dat zo blijft, en kijk even mee naar FC Groningen dat 1-0 voor staat, dan zou het zo kunnen zijn dat Groningen uiteindelijk als tweede eindigt. Maar goed, dat gaan we straks zien. Excelsior Emmen 1-0. Haarlem FC Groningen gezegd 0-1. ADO Den Haag 0-0. En Eindhoven staat achter tegen NAC. Doelpunt daar van Glenn Selman. En die kunnen dus, NAC kan Heracles hier een beetje een handje helpen. De laatste wedstrijd moet ik even kijken, die heb ik gemist. Veendam, Topos 1-1. Wij zijn straks bij je terug met de tweede helft. Tot zo direct na de reclame. De tweede helft van de wedstrijd RBC tegen Heracles op het punt van beginnen. Over naar Lex Schoenmaker en Mark Terlo. We zijn bezig. Anderhalve seconde. Van Hulten heeft precies aangefloten op het moment dat wij overschakelden hier naar Stadion De Luiten. Beide ploegen zo op het eerste oog niet gewisseld. En RBC mag direct een vrije trap gaan nemen. En daar hebben ze natuurlijk een paar specialisten voor. Kooistra van Loenhout. Van Loenhout probeert nu de verdediging van Heracles enigszins in wanhoop te brengen. Maar Van Hulten wil eerst die 9,15 meter hebben van de muur van de Almeloers. Kooistra zal die bal waarschijnlijk snoeihard gaan nemen. Bal geblokt. En dan Calderwood. Heerkens pikt op. Brunswijk. Eens kijken waar het RBC in die tweede helft kan. Verzorgde spel, u hoort het van Lex Schoenmaker in de rust. Was dus van de thuisploeg. Maar voorlopig kijken ze tegen een 1-0 achterstand aan. Kooistra. Vrije trap mee naar een overtreding van Belen. Snel genomen. Hertog. Stassin. Van Helmond. En de 1-2 met Stassin. Achter.
Ik zei het al eerder, dit is dus de man die vanavond de verantwoordelijkheid heeft over Heracles Almelo, Henk de Jong. De assistenttrainer van ploeg uit Almelo. Die dus vanavond de geschorste Frits Korbach vervangt. Buitenspel van Platvoet. Brunswijk. Kalis. En Van Loenhout. Daar gaat Kalis, maar daar staat ook Van Loo. Prima meegedaan, de doelman van Heracles. En een blessure van een van de Heracles-spelers. Daarom gaat die bal van Van Loo over de zijlijn. Ja, Kalis probeerde met een sprintbeweging langs hem heen te gaan. En volgens mij heeft hij zijn arm gebruikt of zo. Die Kalis. En daardoor lag ineens de speler van Heracles op de grond. Kijk, je kan het hier zien. Zie je? Zou Coldewoet kunnen zijn die daar ligt. Kreeg een... Nee, Coldewoet is het niet. Een elleboogie kreeg hij. Het is een van de centrale verdedigers. Nee. Nee. Het is Van Belen. En dat is toch een speler die vrij stevig op zijn voeten staat. Dus die is flink geraakt. Jawel, kreeg gewoon een arm in zijn gezicht. Inworp voor RBC. Die bal die zal waarschijnlijk weer teruggegeven worden aan de Tukkers. Prima gedaan. Coldewoet, Asmus. En daar gaat Looms. Geen buitenspel. Platvoet in zijn buurt. Looms krijgt een tik. Een vrije trap mee. Tikje uitgedeeld door Remco Heerkens. Willen ze juist van Hulpen. Bal ligt niet stil. Dus opnieuw. En daar heeft Robert Maaskant wel zijn mening over. Want dat was juist de bedoeling van Heracles. Maaskant die in de rust niet bij zijn spelers is geweest. Tenminste niet lang, want hij zat meteen weer op zijn stoeltje. Kooistra niet door goed ingrijpen van Coldewoet. Diep respect voor Coldewoet. Die het hele seizoen heeft gekwakkeld met vervelende blessures. De knieën, zijn gezicht. Maar vanavond dan toch gewoon zijn mannetje staat. Hier is hij weer. Goede interceptie. Platvoet en Van Belen. Van Dijk, de maker van 0-1. Zoekt Looms, vindt Looms. Looms legt terug op Platvoet. En nu. Aan de buitenkant komt Asmus. Coldewoet. Dit is slecht. Ja, voor RBC is de heilige moeten natuurlijk niet meer van toepassing. Hè? Dus... Het is niet zo dat ze... Van Helmond. Er niks aan doen hoor, zo is het niet. Nee, maar goed. Het speelt allemaal mee, ook in het hoofd van Loenhout. Goed van de bal gezet door Lucassen. En het mooiste is natuurlijk voor de ploeg van Korbach dat mochten ze na competitie halen, dat ze dat met een overwinning doen. Dan smaakt de champagne iets lekkerder. Maar goed, de wedstrijd duurt nog lang. En RBC zal best nog iets willen laten zien. Misschien nu, via Van Galen. Van Loenhout. Aan de buitenkant rechts is Van Helmond. Goed gezien door Van Loenhout. Van Helmond richting de achterlijn. Nu die bal goed voor. Komt goed voor. Asmus werkt weg. Buitenspel. Buitenspel door Van Helmond. Stassin kopte die bal in één keer door, maar... Deze man stond dus buitenspel. Speelt door Van der Woerd, gewoon vol erin. En dan nu een overtreding van Coldewoet.
Strassin met de vrije trap en Kooistra die probeert ruimte te maken. Dan krijgt die bal dan vrij ongelukkig en kan er niks mee. Nou, zolang de bal in het spel blijft en er wordt furieus getackeld, dan is er geen probleem. Strassin naar Van Loenhout. Hertog en Brunswijk. Even die bal uit het drukke gebied. Heerkes. Van Loenhout. Van Galen. Van Loenhout. Geen overtreding, zegt Van Hulten. RBC blijft in balbezit via Hertog. En dit is Kalis. Simpel voor Van Loo. Looms gebruikt te veel zijn lichaam. Ja, tuurlijk, tegen Strassin. Ja, RBC, dat voeren de druk toch iets op. Dat is een prima instelling. Gewoon je sportieve plicht doen. En gewoon in dat ritme blijven. Want RBC heeft natuurlijk goed gedraaid. De afgelopen 5 wedstrijden waren er maar liefst 4 overwinningen. En dan die nederlaag tegen NAC. Maar wie maalt daarom? Maar zeker vanavond wil de ploeg van Maaskant natuurlijk gewoon dat ritme, dat lekkere ritme vasthouden. Van Dijk. Remco! Houd hem voet! En Looms die een tik krijgt van de Woerd. Goed uitgedaagd natuurlijk. En hier ziet u twee spelers van Heracles. Links Jeroen Drent en rechts Tom Kaak. Die het allemaal wat gelaten bekijken natuurlijk. Zeker Jeroen Drent zal toch wel een smaak in zijn mond hebben na de wedstrijd van afgelopen zaterdag thuis tegen Excelsior. Waar hij 2 keer vies de fout in ging. Het is jammer voor die jonge speler van Heracles. Werd in de rust weer gewisseld. En nu een vrije trap voor RBC en een gele kaart voor, volgens mij is het, Nebil Simon. Nee, voor Marcus Smit. De verdediger. Ja, Malik Smit kreeg de gele kaart. Ja, correct. Overtreding op Kooistra. Maar om daar dan gele kaart voor te geven, dat... Nee, want blijf je dan consequent als scheidsrechter, dan kun je er misschien vanavond nog wel meer geven. Want zo'n zware overtreding was het niet. Nee. Ja, ze moeten gewoon een druk toch bij RBC leggen steeds hoor. Dat is de enige mogelijkheid. Ja, nu maakt die Smit weer een overtreding. Dan moet hij even oppassen dadelijk, hè? Ja. Kooistra. Ga ze binnen! Van Belen met een overtreding op Hertog. Overtredingen volgen elkaar nu snel op. Dat heeft toch denk ik zeker bij Heracles te maken met een stukje spanning. Van Galen. Daar gaat Dennis van Dijk. Een slechte bal. Simpel ingeleverd bij Van Brunswijk. Kalis. Van Galen. En Brunswijk. Prima combinatie. Maar nu. Van Galen heeft de ruimte. Van Galen zou kunnen schieten. Komt de schot van Van Galen. En de prima redding van Brian van Loo. Eerste hoekschop RBC in de tweede helft. Ja. Dat is heel goed geschoten. Nou, goed gestopt ook. Maar ik wil nog even zeggen dat bij Heracles natuurlijk een x-aantal spelers die hebben het hele seizoen hier gespeeld. En dan kom je toch ook een beetje in de fysiologische waarde. En dat moet je weten als speler zijn. Dat kan je niet inhalen. Dat bestaat gewoon niet. Dus conditioneel zullen er een paar spelers dadelijk echt doorheen zitten bij Heracles. En moet ze er goed oppassen. Tweede hoekschop voor RBC, die tweede helft. De druk wordt groter op het doel van Brian van Loo. Goed weggekopt. Kooistra pikt op. En die schiet de bal het stadion uit. Tijd voor een wissel bij RBC. Terwijl daar een speler aardig groggy op de grond ligt. Dat kan er nog wel bij de ploeg van Korbach. Die toch al 10 spelers afwezig ziet vanavond. Dames en heren, het elftal van RBC Roosendaal wordt speler nummer 2, Erwin van der Woerd.
Dan gaat de RBC maar wisselen. Van der Voort gaat eruit en Maurice Verberne komt erin. Kleine omzetting dus achterin bij RBC. Ja, dat ziet er niet goed uit. Ik denk dat er twee koppen tegen elkaar gekomen zijn. Want ja. Hij bloeit, hè. Even kijken wat daar gebeurt. Ja, twee eigen spelerkop tegen zijn hoofd dan. Rudy Jansen. Dat is de man die even behandeld moet worden. Vaak is een klemmetje al voldoende en kun je gewoon verder spelen. Dus Heracles even verder met 10 man. Ja, of een beetje lijmen, dat hebben ze ook tegenwoordig. Ja. Eerste overtreding van die invaller, Maurice Verberne tegen Looms is een feit. Heeft de bal nog niet geraakt. Maar goed, dat hebben ze mij vroeger ook geleerd. Het eerste duel moet je winnen en in ieder geval je tegenstander niet aan de bal laten komen. Smit met de vrije trap. Hier even een mooi shot in de kleedaccommodatie van Heracles. Waar Rudy Jansen dus wordt behandeld aan zijn hoofdwond. Ja, ik denk dat zijn oog opengesprongen is. Dus, ja. Dat ziet er vaak ernstiger uit dan het is. Ja, bij een bokser wordt het binnen 10 seconden wordt het dichtgemaakt. Dus het is te hopen dat het hier ook lukt. Buitenspel van Van Galen. Maar Heracles gaat wisselen. Terwijl Jansen weer even richting de spiegel gaat om te kijken hoe gehavend hij eruit ziet. En nu hoorde zijn reactie, hij is er niet echt blij mee. En misschien zijn meisje nog minder. Of zijn vriendin. Wie weet. Daar staat de elftal leider van Heracles. Die dus de wissel heeft aangekondigd, maar nog geen ruimte heeft gezien om een frisse speler in te passen. Oh. Kooistra. Wow. Bal naar Van Loenhout. Niet echt fijn gepaasd, maar Van Loenhout krijgt die bal wel voor het doel. Maar daar is niemand die Brian Vallo het leven zuur maakt. Deze man, Rudy Jansen, zal waarschijnlijk niet meer terugkeren. Die zal zich al rustig in zijn feestpak kunnen hijsen. Nou ja, feestpak. Dat moeten we nog afwachten. Maar in ieder geval is Heracles vanavond aangereisd in vol tenue. En dat mag hij weer gaan opzoeken. Overtreding op Lucassen. En nu dan de wissel, zegt Van Hulte. Ja, Rudy Jansen geblesseerd naar de kant. En daarvoor in de plaats spelen met rug nummer 14, Job ten Tijen. Gouden nummer 14, Job ten Tijen. Eens even kijken hoe ze dat op gaan lossen dan. Wie er in centrale duo plaatsneemt. Ik denk dat Kolderwoed een plekje terug gaat. Ja. Samen met Marnik Smit. En dat ten Tijen nu verdedigende middenvelder wordt. Ja. Correct. Dit is ten Tijen, eerste balcontact. En nu. Ja, dit is lekker. Terug naar Van Loo. Heerkens. Geen speler die echt vrij staat. Kiest voor Kooistra. Kooistra weer terug naar Heerkens. Ja, dit is weer prima gedaan door RBC. Hertog. Heerkens. En dan simpel balverlies. Looms in duel met Verberne. Verberne wint van de spits van Heracles. Kooistra. Kooistra mag wat meters maken. Schiet dan op Kolderwoed. En een overtreding van Scott Kolderwoed. Op de routinier Jeffrey Kooistra. Ja, die heeft de Engelse mentaliteit, die Kolderwoed. Dus die geeft er niet om. 16 meter gebied van Galen. Maar die bal komt niet hoog. RBC blijft in balbezit via Verberne nu. Bal kan naar buiten naar Van Helmond. Verberne besluit om zelf te schieten.
En die keeper Brian van Loo bewijst nog weer eens zijn waarde. Werkt die bal over de achterlijn. Goed schop. Ja, is onverwachts. Hij doet het goed, ja. Van Loo wilde die bal klem vast, waar hij misschien beter had kunnen stompen. Nu moet hij een hoekschop toestaan van RBC, van Helmond. Daar dan misschien Van Galen met de mogelijkheid. Van Loenhout wordt die bal door Looms weggekopt. Die denkt, laat ik maar mee teruggaan. Misschien kan ik mijn waarde daar nog laten zien. En dat doet hij. Kalis. Brunswijk. Heracles krijgt het moeilijker en moeilijker. Van Helmond. Goede balcontrole, maar dan is de voortzetting minder. Ja, dat waren een paar leuke momentjes. En ook Henk de Jong, de verantwoordelijke man van Heracles, ziet dat er wat spelers doorheen zitten. Frank Lucassen, de oudste man. 33 is die. Ja, maar dat heb ik gezegd. Ja. Je ontkomt er niet aan. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar er zitten gaan spelers doorheen zitten omdat ze toch tijden niet gespeeld hebben. En alles moeten geven in die 2x45 minuten. Mark van Lossen is de man die erin mag. Van Lossen speelde vorig seizoen aardig wat wedstrijden voor Heracles. Dit seizoen door blessures een stuk minder. Hertog. Stassin. Van Galen. En Van Helmond. Ja, en achteraf kan je tegen Korbach zeggen van luister, is waarom zo'n brede selectie? Nou, dat zie je nu. Kijk eens, Lex, de tussenstand bij Eindhoven NAC. Ja. Ja, dat ziet er goed uit voor Heracles. Want als Eindhoven thuis verliest van NAC, dan mag Heracles ook verliezen. Hier zelfs ook een nederlaag incasseren. En dit is Frank Lucassen. Een man die jarenlang als semi-prof speelde bij de Graafschap. Besloot toen zijn baan bij een bank op te zeggen en full prof te worden. Raakte toen heel vervelend geblesseerd. Terwijl wij kijken naar een aanval van Heracles die wordt weggewerkt door Verberne en Brunswijk. Raakte dus geblesseerd en kon eigenlijk niet meer echt op een basisplaats rekenen bij de Graafschap. Zoals nog een paar... Ja, maar Lucassen vertrok dus voor Korbach naar Heracles. Ja, ja. En daarna nam Korbach aardig wat spelers mee. En ook het vak met meegereisde Heracles supporters hoorde nu op de achtergrond het feestje vieren. Want zij zijn op de hoogte van de stand bij Eindhoven NAC 0-2. Een doelpunt door Regilio Simons. Nou, het is best een leuke wedstrijd om te zien hoor. Soms wil het nog wel eens een beetje verzanden zo'n wedstrijd. Maar RBC die doet er alles aan om toch in ieder geval een gelijkmaker erin te krijgen. Dit is Rendan, de jeugdige speler van RBC. Die dadelijk in het veld zal komen. Maaskant zei het mij al voor de wedstrijd van naar alle waarschijnlijkheid zal ik Rendan brengen. Want afgelopen zaterdag in het voetbalstadion in Breda stond hij voor het eerst in de basis bij RBC. Hij speelde daar een verdienstelijke wedstrijd. Wist bijna via een omhaal te scoren. Hij komt van Vitesse geloof ik, hè? Ik heb begrepen dat hij gehuurd is van Vitesse. Ja. Ja, en dan is het toch voor zo'n spelertje belangrijk dat hij eerste divisie of tweede divisie... Daar gaat Heerkens. Heerkens stond niet buitenspel. Heerkens speelt van Loo uit en Heerkens maakt de gelijkmaker. Ja. In de 66e minuut. Prima actie van Remco Heerkens. En het feest hier is even compleet. Hier een prima paas van Van Galen. Buitenspelval kunnen we net niet zien. En Remco Heerkens heeft geen moeite met doelman Brian van Loo. Dat doet hij prima. En Lex, terwijl ik naar de herhaling kijk, heb jij gezien wie er een gele kaart heeft gekregen bij Heracles? Nee, dat heb ik ook niet gezien. Maar het is een randje, denk ik.
Dat heeft te maken met de rechterkant Asmus die toch iets te laat stapt, denk ik. Vervangen door nummer 17. Nu gebeuren de ontwikkelingen hier vrij snel achter elkaar. Eerst het doelpunt van Heerkens, daarna een gele kaart. En dan de wissel. Marcel van Helmond, de routinier eruit. En daarvoor in de plaats Ivan Redan. Het was in ieder geval commentaar op het arbitrale trio. Omdat Heerkens buitenspel zou hebben gestaan bij de paas van Helmond. Maar dat konden we dus niet echt goed zien hier. Ja, het moment van spelen is natuurlijk heel belangrijk. En als de rechtervleugelverdediger iets te laat stapt, ja, dan hang je eraan. Goed, 1-1 hier in Stadion De Luiten. En wel verdiend, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Ja. Absoluut. Voorlopig is er voor Heracles nog niks aan de hand. Dennis van Dijk brengt die bal weer in het strafschopgebied. Brunswijk hoger met zijn been dan platvoet. Ah, die bal komt bij Looms. Looms wordt gehinderd door Heerkens. Geen overtreding, zegt Van Hulten. Stassin. Die kan wat meters maken. Redan. Met een listig balletje. Asmus moet wegwerken. Doet hij hier goed? Ja, dat doet hij goed. Hertog was gevaarlijk in de buurt. Jawel, maar dat is wel zijn taak als de bal door het centrum komt. En de twee centrale verdedigers die staan op één lijn. Dan moet de rechter of linker vleugelverdediger altijd naar binnen knijpen. Altijd. En dat deed hij dit en dit in dit opzicht heel goed. Hoekschop voor RBC van Loenhout. Daar komt Verbernen, maar er staat ook Looms. En Simon werkt weg. Platvoet. Geen hulp in zijn buurt, moet het alleen doen. Irriteert zich dan aan Heerkens en krijgt de vrije trap mee. Daar gaat Van Belen. Geen buitenspel, zegt de assistent scheidsrechter. Van Belen in het 16 meter gebied en daar staat zijn medespeler, ja, de wisselspeler Mark Losser. Die dan Heracles in de 70ste minuut weer op een 2-1 voorsprong schiet. Eerste beste mogelijkheid, ongelooflijk. Grote vreugde bij de spelers van Heracles Almelo en bij de meegereisde supporters. En natuurlijk frustratie bij Siep Dijkstra. Nee, het was geen buitenspel, de bal werd op het juiste moment genomen. Brunswijk stond dan nog. Ja. Van Belen gaat goed door, sterke speler. Ziet bij de tweede paal Losser staan. En die doet dat prima. Ja, echt een hele mooie goal. Mark van Losser. Eén op één, dan doe je het altijd goed. Hè? Ja, maar het was ook na de rust de eerste mogelijkheid voor Heracles. En het is gelijk kassa. Buitenspel. Van Loenhout. Want RBC begon natuurlijk heel goed na de rust. Maar toch knap van Heracles dat ze zo snel naar die gelijkmaker van Heerkens weer terugkomen. Veel wisselspelers, zowel bij RBC als bij Heracles. Je hebt soms meer aan een onsje geluk, hoor. Dan heb je veel meer als 3 kilo wijsheid. Dat zijn de wijze woorden van Lex Schoenmaker. Ja, maar het is zo gewoon. Ik bedoel, op het moment dat RBC 1-1 maakt, willen ze misschien 2-1 maken en dan wordt het 1-2. En dat is natuurlijk de kracht. Wat gaat RBC doen in die laatste kleine 20 minuten als ze de extra speeltijd gaan meetellen? Nou. Want hoe je het ook wendt of keert, ik kan me voorstellen dat sommige spelers denken, ja, maar woensdag is het om Techie. Ja, dus nu wel, ja. Bij 1-1 denk je, nou, we gaan voor die 2-1.
Maar nu denk ik ook dat sommigen denken van, ja, we zien het wel. Ja, en Eindhoven komt terug. Eindhoven maakt dus de marge weer wat draaglijker daar in die wedstrijd tegen NAC. Voorlopig staat alles in het voordeel van Heracles Almelo, de ploeg van trainer Frits Korbach. Coldewoet. Brunswijk. Krijgt de vrije trap mee van Hulten. Van Loenhout laat zich wat verder terugzakken. Kooistra. En nou schreeuwt Looms het uit dat Verberende een overtreding gemaakt zou hebben. Maar blijft ook geblesseerd liggen, Erwin Looms. Terwijl de wedstrijd verder gaat. Redan. Die schiet die bal dan over de zijlijn. Sportief. Hier nog een keer dat moment. Ja. Duel om de bal. En zeker een man zoals Erwin Looms weet hoe dat gaat. Nou, laten we eens gaan kijken in Eindhoven, want daar heeft NAC de marge weer vergroot. Nou, dat is gebeurd. En Frits Korbach besluit maar even om Swanborn te bellen en hem alvast te bedanken. Want, nogmaals, het ziet er goed uit. Nee, hij belt met zijn elftalleider Guus. Van Loenhout buitenspel. Nog maar een bolknak opgestoken door Korbach. En dan zullen er vanavond nog veel volgen, ben ik bang. Dat is toch een van de weinige trainers die altijd zichzelf blijft. En geen priet praat, gewoon zegt waar het op staat. En ik vind het, ik gun het hem wel. Witte muizen, rode staten. Ja, de liefde uitspraak van Korbach. Is tegenwoordig niet in de driedelig. Daar gaat Asmus. Goede bal van Mark van Losser. En wie staat daar? Platvoet bijna met zijn doelpunt. Heracles wordt weer wat sterker. Van Dijk. Dit is minder. Brunswijk pikt op voor RBC. Kalis. Brunswijk gaat mee. Marvin Brunswijk. Daar staat Redan. Maar daar staat ook Nebel Simon. Asmus werkt weg. Van Galen kan schieten. Van Galen. De benen van Coldewoet. En dan raakt Van Galen geblesseerd. Kooistra. Goed, de vrije man gezocht. Stassin. Een prima redding van Loewe. De kopbal van Jeffrey Kooistra. Die het kunstje nog steeds kan. Ja, Frits Korbach, je zit op rozen, dat weet je. Heracles Almelo, of het moet al heel gek gaan, dat weten ook deze mensen. Begint aanstaande woensdag aan de na-competitie. Hij heeft het toch al aan het begin van het seizoen gezegd en heeft het waargemaakt. Dus, Dat betekent dat NAC gewoon de sportieve plicht doet. Arve Latsen was degene die het vierde doelpunt voor de ploeg van Swanborn op het scorebord bracht. En het is 2-4. Ja, het is gezellig daar in Eindhoven.
Daar 6 keer gescoord en Keulenbach is natuurlijk weer verbonden met de hotline. Maar een hoekschop voor RBC, want wij zitten hier in stadion De Luik. Redan. Ja, maar ook al verliest Heracles nu, dan zijn ze er nog. Ja, er moet in het laatste kwartier heel veel gebeuren. RBC moet 2 keer scoren. En Eindhoven 3 keer. Dat zie ik niet meer gebeuren, Lex. Nee. Ja, voetbal is toch een rare sport, hoor. Ik bedoel, NAC die wil gewoon toch die wedstrijd graag tot een overwinning. Wij zitten hier op de pestribune in dit knusse stadion. En ik zei het al eerder, Korbach die zit dus een meter of 5 bij ons vandaan. En ik hoor alleen maar die mobiele telefoon van Frits Korbach overgaan op dit moment. Ja, misschien nog heel veel beltegoed. Dan moet hij opmaken. Of misschien belt hij naar de voorzitter dat hij gelijk de spelers vast moet gaan leggen. Ja, misschien worden uit de koffer wel de contracten gehaald voor deze man, Erwin Looms. Van Dijk. Wat een heerlijke avond voor Dennis van Dijk om na zo'n zware en smerige ziekte die hij heeft gehad, toch weer terug te komen en dan ook nog het openingsdoelpunt te scoren in zo'n wedstrijd. Calderwood. Van Losser. Van Berne werkt weg. En dan wil Van Galen door ten Tijje heen. Dat lukt niet, maar RBC blijft in balbezit via Redal. Van Lunout in het 16 meter gebied, Van Belen in zijn buurt. Hoekschop. Ja, dat is een pittig baasje van Lunout. Heeft zich goed ontwikkeld. Staat niet voor niks in de belangstelling van RKC. Ja, die zoeken een opvolger van de leegte. Doeltrap. Komt er weer een speler in. Heracles staat op het punt om te wisselen, daarom is het de doelman Brian Vallo die de bal even rustig laat liggen. Rick Platvoet mag naar de kant. En daarvoor in de plaats komt Tom Kaak. Speler die dus overgekomen is van de Graafschap. Maar die het niet echt heeft kunnen maken in Almelo. Chapeau voor Rick Platvoet. Die ook een heel vervelend seizoen achter zijn rug heeft. Ja, daar komt de na-competitie misschien nog een klein beetje voor geroepen. Wat meer speelminuten. Tien minuten nog is Heracles Almelo en deze Rick Platvoet verwijderd van na-competitie. Tom Kaak die hier wil wel, maar de bal gaat naar de andere kant, naar Van Lossen. Looms. Veel ruimte nu bij Heracles. Kaak. Van Dijk. En Simon. Geen buitenspel. Verberne klimt weer in de nek van. Ja, als hij hem doorkopt, dan Looms. Is het vrije doorgang hoor. Ja. Want Tom Kaak was weg. Ja. Mooie duels. Mooie duels tussen Maurice Verberne en Erwin Looms. Ja, vorig jaar toch het hele jaar baasspeler geweest Verberne. En dit jaar gewoon bankzitter. Asmus met de bal in het 16 meter gebied. Simpele prooi voor Siep Dijkstra. Maak
moeten gewoon voetballen. Ja. Een echte kampioen geeft ook Eindhoven van katoen. En dat heeft NAC tot nu toe gedaan. Van Loenhout. Mooi in de diepte gespeeld op Redan, maar Caldewood zit er goed tussen. Raakt die bal ook als laatste, maar absoluut niet opzettelijk in de handen gespeeld van zijn doelman Brian van Loo. En hier weer dat duel tussen Verberne en Langs. Dat doet Verberne prima. Van Galen. En een moeilijke bal naar Van Loenhout en Caldewood lost dat prima op. Van Loo doet het dan iets minder. Ja, daar heeft hij toch gewoon een paar keer problemen mee gehad. Maar goed, voor de rest staat hij gewoon goed te keepen. Hoekschop voor RBC. Dat wil gaan wisselen. Kalis naar de kant. Daarvoor in de plaats komt Jurgen Roeken. Hier staat hij met nummer 16, dus Roeken, die voor de wedstrijd een bosje bloemen heeft gekregen van de voorzitter van RBC. Omdat hij de club aan het eind van het seizoen gaat verlaten. De hoekschop. Goed weggewerkt door Looms. Brunswijk pikt op. Kooistra. Tweede paal, daar komt Roeken, maar daar staat ook Erwin Looms. Wederom een hoekschop dus. En Looms pept zijn medespelers nog even op. Want Looms weet dat de kans aanwezig is dat hij in Almelo mag blijven nu Heracles de na-competitie gehaald heeft. Hoekschop door Van Loenhout. Asmus werkt weg. Kaak. En Van Losser. Twee invallers. De opening ligt aan de andere kant bij Dennis van Dijk. Maar Caldewood kiest voor de weg terug. Goed doorgekopt door Tom Kaak, maar buitenspel van Erwin Loos. Nou, ik vond het geen buitenspel. Dat kan je ook zo zien als hij in de halen komt. Nee, het beste is er nu af bij RBC. Spirit is eruit. De spelers zijn met hun hoofd bij aanstaande woensdag. Zit er een kans in dat ze elkaar weer treffen dan? We hebben lopen puzzelen, Lex. En het is enigszins nog onduidelijk hoe nou precies de situatie gaat zijn. Terwijl Redan richting 16 meter gebied gaat en ook uithaalt. Maar die bal toch wel een metertje of 5 van het doel verwijderd is. Het is namelijk zo, heel belangrijk, wat doet Excelsior tegen Emmen? En dat horen we dus na afloop van deze wedstrijd. En Frits Korbach denkt, ik heb lang genoeg op die kleine pestribune gezeten in Roosendaal. Ik doe mijn feestjas aan en ik ga richting de spelerstunnel om dadelijk toch het feestje mee te vieren. Buitenspel van Tom Kaak. Gaat hij samen met zijn doos sigaren, wordt hij nu al gefeliciteerd. De man die al bijna 30 jaar in het vak zit en het kunstje elke keer weer flikt. Het zogenaamde Korbach effect. Wat kan RBC nog in die laatste paar minuten? Gaan ze op zoek naar de premie voor het gelijke spel?
Of sparen ze nu de krachten? Tom Kaak gaat voor het laatste. Die wil de premie wel opstrijken voor het bereiken van de nacompetitie. Want het potje dat Heracles Almelo daarvoor gereserveerd heeft, zal na vanavond geleegd worden. Smit naar Asmus. Looms en Van Losser. Slechte paas van Losser op Van Dijk. En Korbach denkt, laat ik hem nu maar even uitzetten. Ja, maar hij moet wel van het veld af, denk ik. Ja, zal Van Hulten zo kinderachtig zijn? Ja, je weet het niet, maar het is een wedstrijd schorsing, dus de wedstrijd is nog niet afgelopen. Ja, formeel heb je gelijk. Maar goed. Kaak. Nee, Van Belen. En Van Dijk. Nou, Van Dijk, hup. Mooie actie en richting het 16 meter gebied. Looms, 1-2 met Van Dijk. Zal hij het nog een keer doen dan? Nee. Dijkstra, spelbreker. Kijk, de vierde official doet net op zijn neus bloed. En eerlijk is eerlijk, Korbach staat niet op het veld, maar op de tegels. Van Galen naar Redan. En die Redan die heeft nog een grote toekomst voor zich in het betaalde voetbal. Daar ben ik van overtuigd. Van Galen, Van Loenhout. Van Loenhout wilde schieten, maar die bal kwam niet goed. Stassin. De had voor Roeken. En dan denkt Asmus, vrouwen en kinderen eerst, weg is weg. Kooistra. Met een prima schot. En bijna verrast hij Brian van Loo. De man die dus gekozen is tot meest waardevolle speler van dit seizoen hier bij RBC. En het is toch leuk om in de nadagen van je carrière nog zo'n titeltje te krijgen. Ja, zeker. Terwijl de fles champagne even wachten, hoor. Dom? Al even wachten, in handen is bij de mensen van Heracles Almelo. Maar Verbergen gaat nog voor een aanval van RBC. En waarom ook niet? 90 minuten staan nog niet op de klok. Van Galen. Van Loenhout. Roeken. Opening aan de andere kant. Goed gezien bij Stassin. En die moeten nog een sprintje uitpessen. En Koldewoed werkt weg. Dan. Asmus werkt weg. En Simon geeft het laatste zetje. De officiële speeltijd staat bijna op de klok. En de vierde official geeft aan dat we nog 4 minuten doorgaan. Dus de voorzitter van Heracles, Ian Smit, moet de duim nog even op de kurk houden van de champagnefles. Van Loo, klem vast. De official geeft de scheidsrechter aan dat deze wedstrijd met 4 minuten speeltijd mag verlengen. Maar wat maakt het uit? Heracles is verzekerd van na competitie. Buitenkant links van Dijk richting Tom Kaak. Mooi. En nu Looms. Te hard, maar Looms wel in balbezit. Mooi hakballetje naar Van Dijk. Van Dijk brengt die bal dan in, maar er staat alleen de kleine Tom Kaak. Dus dat was een mission impossible. Asmus pikt op. RBC zit er totaal doorheen. En heerlijk natuurlijk voor Heracles om die bal nou zo lekker rond te laten gaan. Van Belen. Heracles publiek claimt een strafschop. Maar Van Hulten zegt lekker verder voetballen. En dan komt daar natuurlijk die Engelsman Scott Calderwood. Ja.
Het is meer Eikenboet. Als je bij de toeschouwers ja. Wordt dat volgens de voorschriften na de wedstrijd verboden is het speelveld te betreden. Ik herhaal het bericht. Wijzen de toeschouwers erop dat het in volgens de voorschriften na de wedstrijd verboden is het speelveld te betreden. Alvast bedankt voor uw medewerking. Kooistra. Redan. Fel op dealer gezeten door Simon. Dan een overtreding van Van Dijk op Kooistra. Terwijl Van Dijk zegt, ja, ik heb die bal toch, dus speel ik ook die bal. Een overtreding van Kooistra. Dat is een correcte sliding, hoor. Kooistra heeft pijn. Deze Dennis Van Dijk was dus de man die gewoon voor de bal ging. Het zou toch jammer zijn voor Kooistra als hij zich nou zwaar zou blesseren. Nou, dat zag er toch niet naar uit, Mark, want ja, zou misschien in zijn kuit geraakt zijn, maar het was niet echt een zware overtreding. Van Dijk, gele kaart. En Kooistra strompelt van het veld. Iets meer dan een minuut nog. En dan kan het feest in Almelo beginnen. Ja, ze hebben toch op eigen kracht gedaan vandaag. Ja. Gewonnen, dus dat moesten ze. En terwijl we een uit... Dit is voor Heracles de vierde uitoverwinning. Dus dat record, dat hadden ze nog niet zo... En dan ook nog te bedenken dat je dus 10 spelers die normaal deel uit zouden kunnen maken van de basis... Ja, dan is de prestatie dubbel zo mooi. Niet aanwezig zijn. En dat is natuurlijk lekker voor het begin van die na-competitie, dat in ieder geval de geschorste spelers weer terug zijn. Van Loenhout voluit halen, drukken. Van Loenhout nu met links. Ja, Van Loenhout. Prima gedaan. In de laatste minuut van de extra speeltijd maakt John van Loenhout een doelpunt. 2-2. Goed doorgekopt door Redan. En daar staat de goaltjes die van RBC. Hij deed heel keurig, heel keurig. Dames en heren, doelpunt RBC Roosendaal. De scorer de nummer 8, John van Loenhout. Ja, toch is Maasland niet heel erg tevreden, hoor. 16 doelpunten tot nu toe voor John van Loenhout. En bij Eindhoven NAC zit de wedstrijd erop. Daar is het 2-4 geworden in het voordeel van de kampioenen van de totendivisie NAC dus. En dat betekent dat ongeacht hoe de uitslag hier was geweest, Heracles sowieso na competitie had gehaald. Maar in ieder geval is dit een mooiere manier dan dat je hier het schip in was gegaan. Ja. Nogmaals, zoals Lex het al zei, ze doen het gewoon op eigen kracht. En met dit elftal is dat een buitenprestatie voor Karabach en Henk de Jong. De officiële speeltijd staat al een tijdje op het scorebord en die 4 minuten extra ook. Dus van mij mag Van Hulten voor het laatste deuntje fluiten. En dat doet hij nu. Ja. En dat betekent dat Frits Karabach, deze man dus, het toch maar weer heeft geflikt bij een ploeg in het betaalde voetbal. Dit keer dus Heracles Almelo. En dit is de maker van het eerste doelpunt, Dennis van Dijk. En deze man weet dat een contract bij Heracles Almelo weer iets dichterbij is. Erwin Loos, de voorzitter, feliciteert Karabach. En deze mensen zijn niet voor niets het lange stuk gegaan richting Roosendaal. Erwin Looms, een man van het volk, een man uit Almelo. En dit is Tom Fitz, de algemeen directeur van Heracles, die weet dat er nu extra inkomsten binnenkomen bij zijn clubje. En dat kan een ploeg met een begrotingstekort wel gebruiken. Smit en Simon. Bedankt het publiek. Deze week bij de administratie van RBC tijdens. En deze hekken hoeven gelukkig niet meer zo lang, want waarschijnlijk volgend jaar na de winterstop speelt RBC in een nieuw stadion. Maar kijk, die vreugde is bij Erwin Looms, bij Frank Lucassen, bij de complete selectie van Heracles Almelo. Daar komen de champagneflessen aan. Lucassen, de man die begon als aanvoerder in de basis. Laat de champagne heerlijk smaken. Dit is Brian van Loo die ook een prima seizoen heeft gekiept na de blessure van Frank van der Geest. Maar in Losel hebben we in beeld. De maker van het tweede doelpunt.
En deze kleine man, nummer 13, is Jeroen Drent, die vorige week zo ongelukkig de fout in ging tegen Excelsior. Maar dankzij de overwinning van Telstar op Eindhoven toch nog weer een lichtpuntje zag voor het bereiken van de na-competitie. Ja, ik vind het heel leuk. Wij gaan eens even kijken hoe de trainer van Heracles Almelo, Frits Korbach, de wedstrijd heeft beleefd vanaf de perstribune. Frits Korbach, jij bent nog het meest rustig van alle collega's. Ja. Kijk, het scenario was natuurlijk dat je in elk geval dus bent gegaan om proberen te winnen. Want dan was je sowieso natuurlijk was je klaar. Maar je hebt dan toch ook nog in je achterhoofd dat NAC het niet laat lopen. Heb je tijdens de wedstrijd de uitslagen, de tussenstanden van NAC gehoord van je elftalleider? Nou, van jouw collega's. Daar heb ik bij gezeten. Dus ik ben eigenlijk van het complete scoreverloop op de hoogte geweest bij NAC. Ja, dus 0-2, 1-2, 1-3, 1-4 en 2-4. Dus die laatste call, die doet geen pijn. Heb je nog enige momenten van zenuw gehad vandaag of viel dat wel mee? Nou, ik moet je zeggen, in 31 jaar meer dan dat ik dus altijd heb gehad. Want, echt waar? Ja, je zit dan dus toch op een plek. Ja, dat aanvankelijk had ik er helemaal geen last van. Maar ja, op een bepaald moment had ik wel zoiets in de wedstrijd van... dat je je toch wat onrustiger voelde als normaal gesproken. Dat is gewoon zo. Laten we nog even naar de 1-0 gaan kijken van Heracles. Die viel al in de derde minuut. Ja, was een hele goede aanval. En zeer goed gezien van Platvoet. Ja, en die schuift hem naar buiten en Van Dijk die rond hem perfect af. Even over Heracles. Vooraf aan het seizoen heb je gezegd ik ga de na-competitie halen met dit elftal. De voorzitter heeft je daar tijdens het seizoen aan herinnerd. Gezegd als Frits dat niet haalt, dan moet hij misschien maar weg of niet. Hoe staat de stand van zaken nu? Nou, dat was dus niet zo. Kijk, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd dat wij in staat zouden zijn met deze selectie om de na-competitie via de normale ranglijst te halen. Kijk, en als sommige mensen dat dan uit het verband gaan trekken, door te zeggen van ja, hij heeft een garantie gegeven. Ja, dan zeg ik altijd maar, dan snap je niet veel van sport hoor. Volgend jaar ben jij, neem ik aan, trainer van Heracles in de Totalvisie of wellicht zelfs in de KPN Telecompetitie. Nou, beide is een mogelijkheid. Hè, dat je dus ook in de na-competitie zou kunnen winnen. En of ik er dan nog bij ben, dat weet ik niet. Daar gaan we maandag over verder praten. Oké. Je kan dit wel meenemen in de contractbespreking. Dat is misschien handig. Ja, dat heb je goed gezien. Goed, bedankt. Wij gaan door naar de spits van Heracles. En dat is Erwin Looms. Erwin, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dat is fantastisch. Dus, ja, op zich hebben we, Eindhoven heeft lang meegedaan, maar ik denk dat als je de hele competitie ziet, dan denk ik dat je de hele competitie op 7e plaats hebt gestaan. Ja, en dan denk ik dat, je ziet het, dat is fantastisch. Ik kom zelf bij de Almelo en ja, dit is gewoon, dit is mooi dat je dit nog mee mag maken. Ja, wist jij dat ik dat nog mee mag maken? Of je gaat dood of je gaat weg? Nou goed, dat moet we afwachten. Maar goed, eerst nog 6 wedstrijden. We hebben nu een na-competitie en het begint woensdag. Nu even lekker met z'n allen feesten. En dan gaan we woensdag gewoon als underdog in de na-competitie in. Maar ik denk dat we nog aardig mee gaan doen, denk ik. Ja, even over jouzelf. Ze hebben gezegd van Erwin Looms mag met een aantal anderen naar een andere club uitkijken. Want we hebben niet genoeg financiële middelen. Nu Heracles de na-competitie heeft gehaald, schijnt er een kleine 4 ton vrij te komen. Bestaat er nog een kans dat ze jou gaan behouden? Nou goed, wat ik al voor die tijd ook al zei, in principe ga ik gewoon terug naar HSC. En daar heb ik me eigenlijk een beetje op gericht volgend jaar. Maar goed, ik weet niet wat de club wil. En ik zie wel wat de toekomst brengt. Wat wil jij dan? Ja, daar lijkt me niet over uit. Dan wacht ik. Dan zie ik de toekomst wel. Ja? Ja, makkelijk, dankjewel. Veel plezier. Wij gaan door naar de reclames en straks bij jullie terug dan met de rangen en standen van de eindstand in de Totalvisie. Tot zo.